Breda Nu. Je weet het meteen. De 9e editie van de Stedelijke Debatwedstrijd vond dit jaar plaats op het Onze Lieve Vrouwen Lyceum. Er doen debatteams van 7 verschillende scholen mee aan deze wedstrijd. Deze wedstrijd werd geopend door Mirjam Haag. Ja, dus wat leren nou de kinderen eigenlijk bij zo'n debat? Als je aan debatteren begint, dan denk je wel eens, het gaat om vooral hard roepen en overtuigen echt alleen maar vanuit jezelf. Maar de kunst bij debatteren is juist je inleven in de ander, luisteren naar de ander en zo goed luisteren dat je eigenlijk argumenten van die ander probeert om te draaien. En daar hoef je niet voor te schreeuwen, maar daar moet je vooral met heel veel visie en veel lef op een goede manier over kunnen praten. En dat kunnen ze als de beste hier binnen. Om het een nationaal erfgoed te maken niet genoeg is. Kijken, hebben jullie een argument bedacht van dat de Japanfluit een erfgoed is en dat de pannenkoeken een erfgoed zijn. Maar een stekhuur is leuk en aardig, maar niet erfgoedwaardig. Wij zijn eigenlijk best wel benieuwd, hoe hebben jullie nou eigenlijk voorbereid op deze wedstrijd? We hebben natuurlijk veel geoefend. Wij hebben zelf als Markhaag hebben we Daltonuren. Dus dan zitten we iedere dinsdag zitten we samen met onze debatclub en met de meeting. En dan bereiden we gewoon onze stellingen voor, verspreiden we ze en oefenen we ze in de les. Wij hebben samen de debatten geoefend. We hebben gewoon ons team, we hebben een redelijk groot team, ongeveer 10 man, hebben in 2 delen gesplitst. En zo tegen elkaar uitgespeeld. Ook hebben we in ergens rond januari, februari, hebben we samen met het Nassau een oefenwedstrijd gedaan. En zo ons ook toch wel goed voorbereid. Nou, om heel eerlijk te zijn, was het eerste onderwerp ging echt goed. Maar daarnaast moesten we ervoor zijn om de snackmuur te verdedigen. En ja, weet je, ik kan dan een beetje lachen en zeggen dat is cultuur en we moeten onze cultuur niet verliezen. Maar ik heb niet veel ingangspunten om een snackmuur te verdedigen. En dat is wel, dan wordt het lastig. Ja, ik had dat de levenslang inhumaan is. Daar was ik voor. Ik had heel veel argumenten tegen, had ik ook goed voorbereid. Deze ging op zich wel goed. Het was mijn eigen stelling. En de derde moet nog komen. Dus ja, zien we wel. Ja, je krijgt op het einde natuurlijk ook altijd nog even kort feedback van de jury. Welke tips ga je nou meenemen naar de volgende ronde? Ik ben best wel dramatisch. En dat vindt de jury leuk, maar soms gaat het iets te ver. Dus ik ga wat meer letten op mijn dramatiek. Net zoals die snackmuur. Er zijn bijna geen andere plekken op de wereld, behalve in Nederland, waar mensen gewoon denken, ja, ik wil zo lui zijn om gewoon eten uit de muur te halen en daarna mijn mond te stoppen. Dat is gewoon onderdeel van onze luie Nederlandse volk en dat moeten we wel degelijk bewaren. Breda Nu. Je weet het meteen.